Ja, ja, natuurlijk Fischie hier weer en vandaag weer een nieuwe map van Advanced Warfare hier op mijn kanaal. De map Parlement en dat speelt zich af in Londen en we gaan kijken hoe die map eruit ziet. Ik heb hem niet gespeeld trouwens op de DLC party. Heb ik Gremlin gespeeld en die, in ieder geval Sky Rise natuurlijk, de remake van High Rise. Die komt later nog bij mij online. We gaan nu een keertje even spelen op Parlement en we spelen Domination. En het is natuurlijk een mospit wat we spelen altijd 6 tegen 6. Hartstikke leuk, even we gaan gewoon kijken of het een beetje een leuke map is natuurlijk. Meestal zijn de mappacks, of vind ik ze altijd beter dan in de game zelf zit. Oh, deze heb ik trouwens wel gespeeld. What the fuck, deze heb ik wel gespeeld. Ik had er niet 18 streak op die DLC event. Had ik een 18 streak op deze map. Ja, even capture. Het is over lekker, die 200 puntjes. Het was alleen TDM toen en... Waar zitten ze? Oh, daar zat er wel één. Oh, jammer, dat is jammer. Nou. Hij begint hier wel lekker, al. Nou, gaan ze weer capturen. Ja, ja, dan gaat het fucking hard, hè. Wat de motherfuck? Ouwe camper, jongen. Ik vind het wel een vette map op zich. Ik wil het eraf in Londen, dus hier zit op een. Op een schip. Hoi. Nou, kijken of ik. Man, ik ben niet helemaal goed meer in het jumpen, jongen. Ik speel nooit meer met. Advanced Warfare bijna. Ook omdat de groep niet meer speelt en dan, ja, dan verleer je het ook nog wel een beetje natuurlijk, dus dan is ook irritant. Alleen een critical hit! En dan ga je dood. Er zit eentje bovenop dat dakkie. Ja. Dat is gemeen, hè? Want... Oh! My god, achter me! Wat is dat voor wapen? Wat is dat? Meerdere is nog iets of eigenlijk of er meerdere wapens uit zijn gekomen. Kom maar, durf je? Nee. Hij durft niet. Ja. Dat test ik. Oké. Veel makkelijker te zien, hè? Dat hij contested is. Weet niet wat jij was? Maar jij was mij proberen aan het flanken. Gaat helemaal niet lukken, jongen. Gaat hem niet worden. Oh, slechte 1, slechte 1. Slechte 1. Dus. Oh. Wat was die? Waar zat hij dan? Nee! Ja, hoe kan ik daar nou rekening mee houden? Hoe kan ik daar nou rekening mee houden? Met zulke gasten, jongen. Met campers. What the fuck? Kan ik hier omhoog? Nee. Oh! Dat kan dus niet. Dat kan dus niet! Je hebt allemaal die gekken. Die lopen alleen maar te kutten, jongen. Met die kutsnipertjes en weet ik veel. En skillbase shit. Dat blijft natuurlijk ook heel erg lastig. Ja, ja, ja. Hup, UAV! Dat heb ik 8-7, ja. Het is kill-based matchmaking, hè? Dan gaat het ook niet goed worden. What the motherfuck! Zo. Launching care package. Ha, hij lacht er nog, hè? Wat een gek. Dan gaan we weer capturen. Capture for life. Enemy taking B. Ja, en helemaal alleen. Kan ook helemaal niemand toe. Skyline is activated. Ik weet niet wat het is precies. Volgens mij zijn dat die verdedigingsdingen die er hier zitten. En... Wow. Wat fucking cool, man.
Gaan we weer uit de map. What the fuck? En waar zit die dan weer? Ja, dat is allemaal van die dingen. Dit kan je niet meer rekening houden. Wat? Mensen. Mensen spelen echt als maloten altijd. Oh, deze gast. Oh, ik faal een. Ga je hem schieten? Ik ging er... Gewoon voor die kill ging ik. What the fuck? Die gast zat met aim op me. Kijk maar. What the fuck heb je hier? Die zat hier te aim op me. Wat een dub. Hoe ga je nou een nieuwe map? Ga je zo spelen? Gaat echt helemaal nergens over. Maar ja. 93 om 70. We staan wel voor. Domination. En ik sta op 10, 12. Ik sta min. Moeten we maar gewoon een goede tweede ronde gaan spelen. Ja toch? Hoppa, even capturen. Tuurlijk, 200 puntjes erbij. Oh, die water. Dat is wel mooi. Nou, eentje zit hier te wachten, kijk maar. Wat heeft hij dan weer voor? Friendly bombing run. Oh. Nou, dan gaan we capturen. Kijken of ik even de shit kan. System hack. Nou. Hoppa, en een Warbird. We moeten jumpen, Chris. Waar zitten ze? Met die loopjes zien natuurlijk niet. Nou, ik heb beter gewoon zonder Warbird spelen tegenwoordig, want ze doen toch helemaal... Oh, helemaal niks meer. Zo, hier zaten ze te campen. En dan verliezen ze ook nog... Ja, oké. Okay. Kingslayer. Even de FP. En weer een UAV. Hij gaat nou aardig. Tweede ronde. Ik ben nog niet... Oei, oei, oei. Ja. Hoppa. Bloodthirsty. Oh my god. Bloodthirsty, jongens. En ik heb ook weer een system hack. Hoppa. Hij gaat lekker. Enemy has B. Enemy has Charlie. Friendly UAV above. Ja, ik ga maar even capturen. Toch één grote cap, zo, altijd. In Advanced Warfare nu. UAV ready. Our UAV is online. Dat is wel een beetje verneukt, hè. Ik vind nog steeds zelfs die 200 punten die ze erin gebracht hebben op Advanced Warfare. Dat je gewoon 200 punten krijgt per cap en zo. Vind ik nog steeds niet echt. Ja, want je denkt, nou ja, het is handig, weet je. Oh, oh. Man. Wat is dat dan weer? Dat hoor ik weer. Oh. Ja. Best wel nice. Maar ik zie niemand hier. Ik zie niemand meer. Jongen. Zijn er wel tegenspelers? Nee, helemaal niemand meer, man. Kut! Eén kill dood voor Merciless Streak. Oh, gaat hij. Moet even inkomen weer, maar dan gaat langzamerhand alweer een beetje wat beter.
Yes, yes, yes. Even kijken, nou, we gaan wel winnen. Dat is wel fijn. Even kijken, laat die cat maar fucking gaan. Ik ga proberen even een paar killetjes te maken. Dat is ook wel zo lekker. Jij hebt het heel druk hier. Ook hier netjes hoor, netjes hoor. Mooie plekjes, mooie plekjes. Zet die maar. Ah, jammer, 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 jammer. Ging niet helemaal volgens de planning. Achter je, jongen. Hup, weer een killetje erbij. Oh, lekker jongens. Ah, nou, dat ga ik niet halen. Twee man is eigenlijk altijd onmogelijk, hè, in Advanced Warfare. Als je twee man tegenkomt, dan heb je echt gewoon een heel groot probleem, maar... Huh. Nou. Toch wel leuk. Even, ik vind dit trouwens wel een van de leukste mappen die ik gespeeld heb gisteren, inderdaad. Eergisteren. Eergisteren is het natuurlijk alweer. Een van de leukere mappen die ik gespeeld heb. Ik vond deze leuk en die, High Rise natuurlijk. Alleen, word ik eens... Kremlin vond ik een beetje groot uitzien. Maar ja, ik speelde het free for all op. Dus ja, dan zal misschien altijd wel een beetje natuurlijk zijn dat je denkt van... Hé, waar is iedereen? En dit is natuurlijk 6 tegen 6. Ja, nou ja. In ieder geval 26-16. Ah, dat is niet zo heel slecht, toch? Voor de eerste keer voor deze map. Nou ja, tweede keer eigenlijk natuurlijk. Maar niet zo heel slecht. En hier longest kill streak, score streak uit 9. En mijn, hoe heet ik weer, mijn ding deed helemaal niks eigenlijk. Hé, we kunnen daar een supply drop even openen. Wat krijg ik? Want ik krijg er nooit wat uit het ding. ASM1, Enlisted, Extended. Helemaal niks eigenlijk. Nou ja, jongens, ik zie je zo. Dankjewel voor het kijken. Bye bye.